Minimumuurloon Suriname, laagste in de regio. Consumentenkring keurt werkwijze van extra gelden op transacties af. En rellen in Franse steden bij viering WK-titel. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal op maandag 16 juli. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, kan de beroering van het bedrijfsleven niet begrijpen met betrekking tot de verhoging van het minimumuurloon. Ondanks de laatste aanpassing van het bedrag staan we ver beneden het niveau van de regio, zegt Berenstein. Volgens de C47-voorzitter is er al overeenstemming bereikt in tripartiet verband over het periodiek verhogen van het uurloon. Nou, we hadden dus een van de lagere binnen de regio. Hè. Met die 7 zoveel zaten we ongeveer op $1 per uur. Ja, in de regio is het al hoger. Zeker als we kijken als land naar Barbados, Trinidad, dus beter in de regio. Wij zijn overigens ook een van de laatsten die het minimumloon systeem hebben geïntroduceerd. Het algemeen minimumuurloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op 6 SRD 14 cent. Dit bedrag was al vastgesteld bij de inwerkingtreding van de wet minimumuurloon op 1 januari 2015 en bedroeg 5 SRD 22 cent. Voor winkelbedrijven is het uurloon nu 7 SRD 37 cent. Het minimumuurloon voor horeca en bewakingsbedrijven is vastgesteld op 8 SRD 60 cent. Die achterstand met de regio vinden we vooral op het stuk van de systematiek. Toch? Zaken die we eerder al hebben uitgediscussieerd. Iedereen is er al over eens van wat minimum moet komen. En nu daardoor wijziging komt, heeft plotseling om een probleem. Toch? Benzine gaat omhoog. Nou, maar is ik. Koers van 3 zoveel naar 7 zoveel. Het zijn ook kostenverhogende dingen, toch? Ja. Maar niemand zegt van hier en we gaan het niet kunnen dragen en dat soort dingen. Maar plotseling als lonen betaald moeten worden, dan kunnen we het niet dragen. De economie kan het niet dragen. Ja. Waar moet het vandaan komen? Het moet uit de mensen hun zak komen. Ja. Woensdag gaat de vakcentrale in een persconferentie dieper in op deze kwestie. Volgens Robbie Berenstein moeten arbeiders in Suriname beter gewaardeerd worden. Er is hevige kritiek geuit nadat de bankinstellingen extra kosten in rekening hebben gebracht bij contante transacties van SRD's en buitenlandse valuta's. Politieke organisaties en DNA-leden maken zich zorgen over deze kwestie. Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, keurt de werkwijze van de bankinstellingen af. Hij vindt dat niet op zo'n manier kosten in rekening moeten worden gebracht. En wanneer we kijken dat men in procenten de kosten uitdrukt, dan is dat duidelijk iets dat onkan is. Ja, je kan zoiets niet maken. Als er een dienst is, dan heb je een bepaalde prijs voor die dienst. En dan moet je dat aanbieden. Maar het kan niet zo zijn dat je dus een maximum stelt. Bijvoorbeeld bij de Finabank dat je 3000 euro maximaal mag storten op je rekening. Let wel op je eigen rekening. Ja? En om dat te kunnen doen, moet je dus dan betalen 1200 SRD. Daar komt het ongeveer op neer. Het gaat om 5% van het bedrag dat gestort moet worden. Dat is ongeveer 1200 SRD of iets meer zelf. En ik bedoel, dat is iets dat niet kan. Hè? De voorzitter voegt eraan toe dat de financiële autoriteiten naar dit vraagstuk moeten kijken. Hij vindt dat er maatregelen getroffen dienen te worden, zodat de consument beschermd wordt. Alleen legt het volgende verder uit. Ik hoor mensen al zeggen van ja, maar het zijn de rijke mensen die gaan storten. Maar let wel, het zijn bedrijven, het zijn handelaren die het geld gaan storten.
En wat gaan ze doen wanneer ze deze extra kosten krijgen? Ze gaan proberen het te verhalen op het product dat ze verkopen. En dat gaat die consument moeten betalen. En dat kan niet. Het is een ongecontroleerde actie. De voorzitter van de bankiersvereniging, Jim Boussait, legt uit dat het bankwezen door dit initiatief de samenleving zover probeert te krijgen om over te gaan tot giraalgeld. Volgens Boussait zijn de kosten om giraalgeld te drukken hoog. We zeggen contante transacties belast worden met een fee, waardoor je ziet dat de bevolking dan meer giraal gaat werken. Het verschil van bank tot bank, ik denk dat het nuttig is en we gaan binnen de bankiersvereniging daarover praten om een uniforme leen te krijgen. Want het is ook niet fijn dat het van bank tot bank verschilt. Ik denk dat dat de achtergrond is. Het heeft te maken met het simuleren van giraal. Vergeet ook niet dat cashgeld veel duurder is qua operaties binnen het bankwezen, ook voor de centrale bank, ook voor het land. Want je hebt daardoor meer contant geld nodig en die biljetten moeten gemaakt worden, kost geld. De Centrale Bank van Suriname vindt dat er meer structuur moet komen. De banken zijn afgelopen week uitgenodigd voor een onderhoud met betrekking tot de overdadige aanpak die van de een op de andere dag is ingevoerd. Het Psychiatrisch Centrum Suriname doet er alles aan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Vandaag hebben 38 personeelsleden van het PCS hun certificaat ontvangen van de First Response Training. Het gaat om een basisambulance training. Met deze training wil het Psychiatrisch Centrum Suriname een bijdrage leveren aan de nationale preventieve zorg, zegt de medisch directeur Rudy Dwarkasing. Het is een heel belangrijke training. Waarom? 1. Als je een ambulance wil beheren en besturen en gebruiken, moet je op de hoogte zijn van alle gebruiksaanwijzingen die er zijn. En dan moeten de mensen getraind worden. Je kan niet zomaar een ambulance kopen en mensen erin zetten. Ze moeten die specifieke training. We hebben een aantal trainingen gehad. En de laatste die we recent hebben gehad in juni, dat was om als first responder te kunnen werken als er iets gebeurt en een patiënt dringend behoefte heeft aan een adequate, professionele manier van vervoer naar het ziekenhuis. Zeker. Ik bedoel, we willen alles volgens de regels doen. We zijn gecertificeerd, we hebben een ISO-certificaat. En een van de vereisten ook is dat deze training er moest zijn voordat je die ambulance in gebruik kon nemen. En daarmee hebben we dit nou gedaan. In de ambulance moet de zorg voor de patiënten op niveau zijn. Brian Botsen, directeur van de Emergency Management Foundation, die de training verzorgde, vindt het goed dat zorginstellingen hun personeel trainen en klaarmaken om professionele hulp en dienstverlening te kunnen bieden. Nou, het gouden uur is gewoon even besproken, omdat het een internationale term is die men gebruikt wanneer men in de ambulance zit. En dat is gewoon heel eenvoudig gezegd, op het moment dat iemand verwond zou raken, wil je die persoon afhankelijk van hoe erg natuurlijk. En ervan uitgaan dat het heel erg is, zo'n ongeval, dan moet hij binnen een uur op de operatietafel zitten. En dat is eigenlijk gezegd vanuit de kijk van de ambulance mens, dat je op straat niet al te veel tijd hebt. Het gaat om een systeem. Om iemand bij ongeval tijdig te kunnen ophalen, goed te kunnen transporteren en goed op te vangen om hem dus op die operatietafel te hebben. Dus eigenlijk in grote lijnen de hulpverleningsketen die je zo kort mogelijk wil houden en de persoon meer overlevingskansen kan bieden. Volgens de geslaagden past deze training helemaal binnen de doelstelling van hun beroep. Ook de heren van de garagedienst hebben deelgenomen. Volgens hun is het werken in teamverband bij acute dienstverlening heel belangrijk. Enkele van hen gaven een reactie. We hebben die ambulance leren, van achteren ook kennen. Dus niet alleen rijden, maar we hebben ook samen met verpleegkundigen zijn we aan het oefenen geweest. En examens afgelegd, zowel theorie als praktijk. En hoe je patiënten
moet inladen. Dit is een refreshment voor mij. Dit heb ik al eerder gedaan. Ik heb andere trainingen gedaan in dezelfde richting, dus ambulance trainingen. En dit was weer terug naar de basis brengen. Hoe je een patiënt moet vervoeren als een patiënt een ongeluk heeft gehad en zo. Hoe je een patiënt moet reanimeren. Hoe je een patiënt moet laten in- en uitademen. En het is dat. Vergunninghouders zullen in de toekomst meer moeten bijdragen aan de staatskas dan alleen maar de betaling voor de aanvraag van een vergunning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte onlangs hier gewag van kort na het laatste DC-collectief. Streekscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, reageert op de vraag hoe dit precies in elkaar zit. Het is een beschikking. Het is begonnen als een districtsverordening. De districtsraad van Paramaribo is ermee begonnen. Toch omdat zij geconfronteerd worden met een heleboel mensen die op de bermen zijn. En er moeten inkomsten komen om bepaalde werkzaamheden te kunnen doen. Dus de districtsraad van Paramaribo heeft hem gemaakt. Ja, zoals het daar is, heeft de districtsraad van Paramaribo gemaakt en hem dan omgezet zodat het een ministeriële beschikking is geworden. Het is gegaan naar het ministerie van Regionale Ontwikkeling, waarbij de juridische afdeling het ook gecontroleerd heeft. De minister van Regionale Ontwikkeling, meneer Dikan, heeft getekend. Het is gegaan naar het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën heeft dan ook hun afdeling erop gezet. Toch goed bevonden, minister Hoofdraad heeft hem getekend. Het is teruggekomen, het is gepubliceerd door de minister van Binnenlandse Zaken. En dat betekent, het is verheven tot wet. Het is een ministeriële beschikking, getekend en ondersteund door twee ministers. Dus het is wet. Alle vergunninghouders, het zij op parkeerruimtes of op de bermen van de overheid, die bezig zijn met hun activiteit, zullen vanaf de komende week worden opgeroepen. Mike Nerkust gaf verder aan dat de burgers die illegaal hun waar aan de man brengen, meteen gebruik kunnen maken van de gelegenheid om zo gauw als mogelijk een vergunning in orde te maken. Daar er een werkgroep wordt klaargestoomd voor controlewerkzaamheden na kantooruren, lopen zij kans om beboet te worden. De middelen zijn speciaal voor het districtsfonds. Om ook weer terug te stoppen in de samenleving om bepaalde activiteiten te doen. Want niet altijd kan het ministerie van Openbare Werken inkomen. De middelen zijn misschien een beetje zwak voor lozingen, voor wiegen, voor het maaien van de bermen. Toch? Voor het ophalen van lozingen, voor misschien het bestanden van een school. Toch? Het helpen van een school met het toiletsysteem enzovoort. Het ministerie van Onderwijs heeft ook niet altijd de middelen. Toch? En de mensen komen vaak naar de commissarissen van de verschillende districten voor ondersteuning. Toch? En die middelen die daaruit komen, toch, gaan naar dit soort projecten om zodoende bepaalde werkzaamheden te kunnen doen. Omdat als districtscommissaris ben jij eigenlijk in jouw district ook verantwoordelijk voor bepaalde dingen. DC Nerkust is ervan overtuigd dat door samenwerking, het houden aan de regels en een optimale controle er kwaliteit geproduceerd zal worden en de klanten daar voordeel aan zullen hebben. En op het terrein van het academisch ziekenhuis Paramaribo zijn er in de vroege ochtend schoten gelost. Het gaat om intimidatieschoten, zegt hoofdvoorlichter Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname. De verdachte die het schot loste is voortvluchtig. Hij was in het gezelschap van een manspersoon die een vrouwelijk slachtoffer ernstig heeft verwond in het gelaat. Vanmorgen 3 mannen met steekverwondingen zijn overgebracht naar SCH door een groep van 2 vrouwen en 3 andere mannen. Er zijn 3 slachtoffers naar SCH overgebracht voor medische behandeling. En dat het in deze gaat om de 25-jarige Guyanees Juan S., de 37-jarige Surinamer Kelly A. en een andere 37-jarige Surinamer Iwan L. Nadat deze 3 slachtoffers in de behandelruimte waren gebracht, kwamen 2 andere mannen ook ter plaatse. En wat ook nodig is om door te geven, is dat gebleken is dat uit dus dat voorlopig onderzoek gebleken is dat
een van die vluchtende mannen, die twee toch, dat een van ze de persoon is geweest die kort daarvoor bij dus zeg maar waar dat feestje werd gehouden, dat hij de man moet zijn geweest die die drie andere mannen heeft neergestoken. Volgens Naarden heeft de beveiliging van de spoedeisende hulp correct gehandeld om de twee heren de toegang tot de behandelruimte te weigeren. Het is regel bij de SEH dat alleen directe familieleden of begeleiders worden toegelaten in de behandelruimte. Het vermoeden bestond ook dat deze verdachten kwade bedoelingen hadden, zegt Naarden. De mannen zijn toen naar buiten gegaan en daarbuiten hebben ze dan die groep begeleiders dan gezien en aangetroffen. Ze zijn toen naar die groep toegelopen en een van die twee mannen met dus die Engelse tongval heeft toen een van de begeleiders aangevallen en ernstig verwond. Die begeleidster is een vrouw, is de 27-jarige Guyanese Candice Wee. Heeft er een ernstige verwonding toegebracht in het gelaat. Na deze daad zijn ze toen weggerend richting uitgang. Heeft een van de mannen met die Engelse tongval een jachtgeweer met ingekorte loop tevoorschijn gehaald en heeft daarmee intimidatieschoten gelost. Waarom we zeggen intimidatieschoten, ik heb niet begrepen vanuit de collega's dat de man gericht zou hebben geschoten op mensen daar. Maar wel geschoten, dus we gaan uit van intimidatieschoten. De hoofdvoorlichter wist de STVS-redactie ook te vertellen dat er gisteravond een schietincident heeft plaatsgevonden aan de Indira Gandhiweg na een aanrijding. Hierbij waren een particuliere lijnbus en een eenpersonenauto betrokken. Het gaat om een militair die in zijn vrije tijd ook buschauffeur is en in zijn onderbeen werd geraakt door een schot uit een vermoedelijk dienstwapen van een schutter die ook in het leger zit. Humphrey Naarden zegt dat deze zaak in onderzoek is bij de militaire politie.